Goedendag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 Career Mode. We gaan daar verder in Mexico, ronde nummer 18 van het kampioenschap, aflevering 19. En ja, we gaan dus kijken of wij dus gewoon weer naar die puntfinish kunnen toerijden. Ja, we zijn dus aanbeland in Mexico. Nog een paar honderd gaan, dan zit seizoen 1 erop. Als je de vorige aflevering gemist hebt van de Career Mode in Japan, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. En wil je meer afleveringen van F1 2019 de Career Mode zien, druk dan gewoon op de abonneerknop en druk dan ook gelijk op het belletje. Zet dat op alles aan, zo krijg je altijd een melding bij YouTube wanneer ik een video heb geüpload. We hebben vandaag de 51 abonnees behaald en ik vind dat super tof. En ja, we gaan dus kijken wat het gaat worden in de kwalificatie. When it comes to getting lap time out of this circuit, it's traditionally been about maximizing top speed. Do you simply remove as much downforce as possible, hang on into the corners and max out down the straights? The teams will have arrived with all manner of parts designed to capitalize on the long straights. The cars will be that much harder to drive in the corners, but everyone will be in the same boat. Nou, we zijn nu dus aanbeland voor de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico. Park van Mevels zijn dus ingeschakeld. En ja, we gaan dus kijken wat onze tijd gaat worden hier in Mexico. We hebben nieuwe onderdelen aan de auto, een nieuwe gearbox ook. Want de practice gearbox hebben wij nieuw. Ja, de event gearbox wordt na Mexico, gaan wij die dus wisselen in de Verenigde Staten. En we gaan een outlap doen. We gaan dus kijken of wij door kunnen naar Q2. Maar eerst Q1 nog zien te overleven. DRS dus hier weer geopend in Q1 voor onze Autolab hier in Mexico City. Ik vind dit altijd een heel mooi baantje, trouwens, dat wou ik dus zeggen. Is sinds 2015 weer terug op de Formule 1 kalender. Jaar daarvoor is hij er niet op geweest. Ik ben blij dat hij weer is teruggekeerd, want het is wel mijn favoriete baan. Ja, het is een van mijn favorieten, laat ik het zo zeggen, want ik heb wel de favorietste en dat is volgens mij Oostenrijk. En ja, de klok tikt inmiddels door bij onze rondetijd. Paas in sector 1, we blokkeren daar wel eventjes, maar dat is hopelijk niet zo erg. En we hebben de track limits overschreden, dus we kunnen hier deze ronde. Tijd telt niet mee als onze eerste echte rondetijd. Dus dan moeten we besluit nemen of we terug naar de pitbox of dat we nog een ronde gaan doen. En ik heb besloten om naar de pitbox te gaan, anders heb ik denk ik niet genoeg fuel over. Dus we gaan het over een tijdje, als we weer in de pitbox zijn aanbeland, weer opnieuw proberen. Terwijl Leclerc een 1.17.4 heeft laten noteren. En wij zijn ondertussen aanbeland bij onze pitbox. Nou, de bandenverwarmers zijn er inmiddels opgezet, terwijl wij nog steeds een ronde moeten laten noteren in Q1 met nog 13 minuten te gaan. Tweede in de speed trap, best wel snel. We
Dan gaan we kijken op welke band we nu deze ronde moeten gaan noteren. We spoelen de tijd gewoon door. Tot wij weer een ronde kunnen noteren. Ik heb de tijd doorgespoeld omdat het nu niet zo druk is op de baan. Wat voor ons een voordeel kan uitgaan pakken. Hoop ik. Dus we zullen zien. Hulkenberg inmiddels naar positie nummer 1 gegaan. Want de hazen die komen bij Red Bull in de buurt bij de performance lijn. Die zijn Red Bull bijna voorbij gestreefd. Dus dat gaat hard met die jongens. Terwijl wij nu onze tweede lap in Q1 doen. Inmiddels een tijd gaan wij noteren. En wij worden nu richting de tijd van Nico Hulkenberg gemeten. Topspeed 343 km per uur. Best wel hard. Oh, we schieten daar wel even door hoor. Dat kan onze rondetijd belemmeren helaas. We komen nu over start-finish en het is een 1.17.3 op dit moment op de derde plek. Op een tiende. Inmiddels teruggaan naar de pitbox. En nog 5 minuten te gaan in Q1. En de uitslag van Q1. Wij naar P11, Verstappen naar 1 en Team Maatje Räikkönen op P7. En dan gaan we gewoon door naar Q2. We gaan ervoor kiezen om weer op de soft band te starten, maar weer een band uit Q1, niet uit Q2. En we gaan weer een outlap doen. Om te kijken wat onze rondetijd nu in Q2 gaat worden. We hebben een Renault achter ons. Middels op de baan. En DRS hier weer geopend. En dan gaan we kijken wat deze ronde gaat worden. Inmiddels over start-finish en wij gaan dus nu een ronde laten noteren in Q2. En om te kijken of wij door kunnen naar de top 10 qualifying hier in Mexico. Ik ben benieuwd, ik hoop het, maar ik kan niks garanderen hier. Er kan hier van alles gebeuren. Dus we zullen zien. We zien er daar wel weer even wijd. Wat hopelijk niet onze ronde weer gaat belemmeren, net als in Q1. We komen over start-finish en onze tijd is een 1.17.3 op 93.000ste van Lewis Hamilton. Dus dat zit voorlopig goed. We zijn weer terug naar de pitbox en we zijn doorverwezen naar P5 op 18e. En nu kunnen we besluiten om niet te rijden. En we hebben ook besloten om niet te rijden, maar we missen Q2. We starten vanaf P12 op een paar duizendsten van Räikkönen. We hebben dit niet gehaald, helaas. Räikkönen pakt ons in Q2. Hij mag door naar Q3 en wij zelf niet. Bottas en Vettel verschil, maar 8000ste. Dat wordt erg close in Q3. Ik ben benieuwd. De resultaten van de kwalificatie in Mexico. We winnen ten opzichte van Kimi Räikkönen. We winnen ten opzichte van Devin Butler. De resource points voor de upgrades aan de auto. Zijn er veel voor mij doen. 126 in totaal. 205 overal. Reputatie is wat gedaald. Niet zo heel veel. Klimmen we naar een veteran toe en een sportsmanship. En Emma die zegt sorry Emma. Helaas. En dan gaan we het goed maken in de race. Formula 1 may have been absent from Mexico for 23 years. But after 2015's triumphant return, it was as if we'd never been away. In Mexico, a Grand Prix is more than just a race. It's a celebration of speed and of bravery. There's nothing quite like the atmosphere in the stadium today. They'll be drowning out the cars with their noise as they make their way through on lap one.
The Autodromo Hermanos Rodriguez. 2.6 miles of track that allows drivers to take full advantage of their cars, reaching speeds in excess of 220 miles per hour and providing lots of opportunities for overtaking. The circuit features 17 corners, 10 to the right and the remaining 7 going to the left. Anthony Davidson is here once again for today's Grand Prix. Why don't we start by talking about Carlos Sainz? Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start. Now, the grid opstelling for the Grote Prijs van Mexico. Met Lewis Hamilton dus op pole position, daarachter Valtteri Bottas, Mercedes een 1-2, Vettel en Leclerc op 3 en 4. Verstappen en Gasly op 5 en 6, Hulkenberg en Grosjean 7 en 8, Raikkonen 9, Weber 10, Perez en onszelf op P11 en 12. Magnussen, Ricciardo 13, 14, Russell en Norris 15 en 16, Butler 17, Stroll 18, Albon 19 en Sainz wegen een grip penalty op de laatste plek. We zijn inmiddels aanbeland bij de auto en we gaan wat extra fuel meenemen voor de race, zodat we extra hard kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen met de Grote Prijs. De lampen zijn het officieel aan voor de Grote Prijs van Mexico, Carrera aflevering 19. En de lampen zijn officieel uit en we zijn onderweg. En is in ieder geval Magnussen die beter weg is dan onszelf. Zit er al naast de auto, is er al voorbij. De Deen is goed weg. Russell zit ook achter ons en we kunnen hier een divebomb maken richting Magnussen. Oh, daar komt Ricciardo zelfs. Die divebomb naar ons gewoon. Bizar dit. Het is erg druk met Magnussen en we duwen hem daar gewoon naar buiten toe. We moesten ook wielen blokkeren, anders raakten we Daniel Ricciardo. We zitten in de slipstream van de Australië, ook met Sergio Perez. En dan remmen we hier ontzettend laat richting Lucas Weber toe. We laten hem hier leven. En dat is P9. Een goede divebomb van ons. Inmiddels nog steeds ronde nummer 1. We keken daar wel even bij Hulkenberg, maar we schoten daar te ver door. Raikkonen heeft Lucas Weber inmiddels te pakken. En hij is door naar P10. Onszelf nu in de punten. Hamilton, snelste race ronde, logisch 1.20.9, want hij leidt de Grote Prijs. Wat met Hulkenberg is 3/10. En in Japan zagen we dat de hazen erg snel zijn. En dat blijkt hier nu weer. Maar we zitten wel in de slipstream hoor. Ja, Grosjean en Hulkenberg, die kennen elkaar van Japan. Weer met de aanval. En wij kijken daar voor P7. Is ons helaas niet gelukt. En dan kunnen we hier kijken om de switchback bij de twee hazen. Jawel, dat is gelukt. Een prachtige move dit. Een 2-1. Net als in Singapore met Pierre Gasly. P7 inmiddels. Ronde nummer 4. En we zijn aanbeland bij de achterkant van Pierre Gasly in zijn Red Bull voor P6. En dan is de vraag of wij hem hier al ernaast kunnen zetten. We zetten hem hiernaast. We remmen extreem laat. We blokkeerden daar wel even een voorwiel, maar wij hebben die plek alsnog veroverd. P6 dus voor ons Sebastian Vettel. Daarvoor Max Verstappen en Leclerc op P3. Rood en rood in sector 2 en 3. Groen in sector 1. DRS hier geopend op Sebastian Vettel. Meer snelheid dan de Duitser. Kijk eens aan, we lopen in. We lopen in. En dat is een aanval voor P5. Maar Vettel verdedigt die hard. Wij zitten hier aan de buitenkant. En Vettel laat hier ons niet leven. Maar we kunnen hier nu een hele grote switchback doen. Die doen we ook. En dat is P5. Terwijl Leclerc daar even aanviel bij Verstappen, maar die aanval is afgeslagen door de Nederlander. Gasly is inmiddels naar P6. Die heeft Vettel te grazen, we blokkeren daar wel even een wieltje. En Gasly zit er al gelijk naast. Maar wij duwen hem hier van de baan en dat is nog steeds P5 in ronde nummer 5. Prima wedstrijd tot nu toe hier in Mexico. Inmiddels ronde nummer 7 en ik zie Vettel al in mijn spiegels verschijnen. Daar komt Sebastian Vettel voor P5 in de wedstrijd. Maar wij remmen hier extreem laat. Maar hij remt hier nog later zelfs. Geweldig strijd met de Duitser. En wij hebben die plek nog steeds vast. De kleine 4. We schieten daar wel een klein beetje door. En Vettel kan hier weer naar ons toe komen. Is dat ook de vraag? Daar komt Vettel met de aanval voor P4. P5.
remmen daar in de remzone, we bewegen daar eigenlijk in de remzone. Daar brengt de Duitse herinneringen naar 2016, toen ook een Nederlander zijn weg blokkeerde. Dat was natuurlijk Max Verstappen. En we gaan naar deze ronde naar binnen. Vettel komt hier alweer met de aanval. Ronde nummer 8, maar slaat die aanval af. Zet hem niet door. Interessant. Had ik niet gedaan, Vettel. Dan kan hij hier weer terugkomen, want hij zit hier erg dicht op de gearbox. En hij is er al voorbij voor P5. Rood in sector 1. Gat naar Gasly is 16e. Gat naar Vettel is inmiddels 12e. Zit hij bij de stadionpositie. En wij remmen daar extreem laat. En wij hebben die plek veroverd. Terwijl onze pit, mijn ingenieur zegt: pit nou. We gaan ook naar binnen. En de vraag is: komt Sebastian Vettel ook binnen voor die stop? Bottas in ieder geval wel. Vettel komt naar binnen voor deze stop. En Gasly ook tegelijk achteraan. Mercedes is in ieder geval weg en dit wordt een strijd hier in de pitbox. Want een Renault is ook naar binnen. Kijken of deze stop goed gaat. 2.2, goede stop. Toro Rosso gaat ook naar binnen. En Vettel nog steeds achter ons. Gasly nog steeds achter ons. Dus die pitstop van Red Bull is niet goed gegaan. Pitstrategie dus nu compleet met nog 9 ronden te gaan in deze wedstrijd. En dan gaan we kijken of wij nu naar richting Lance Stroll kunnen toerijden. Inmiddels is iedereen al naar binnen geweest voor onze neus. En daar komt Sebastian Vettel weer met een aanval voor P5. P6 bedoel ik. En daar zit Vettel aan de binnenkant, maar wij verdedigen hier hard. Oh, Vettel die raakt de curve, die schiet wat door. En wij laten hem hier staan. Maar daar komt Vettel hier weer terug hoor, met deze aanval. Oh, we remmen in de remzone. Vettel die zit daar nog. Terwijl wij een gearbox probleem hebben. Het kan zijn dat de verstelling niet goed werkt. We schieten daar wel een klein beetje door. Vettel komt terug. Maar wij duwen hem hier gewoon van de baan. Dat is hard verdedigen. Niet ver van ons. Oh, hij zit daar ook nog gewoon aan de buitenkant. Het kan nu ook zijn dat wij nu een probleem met de gearbox hebben. Ik hoop niet dat het ernstig is. Ronde nummer 11 inmiddels in deze wedstrijd. Nog steeds P5. Vettel houdt mij niet op met aanvallen. Dan komt die DRS bij de Duitser geopend. En daar zit hij aan de binnenkant. En hij is er nog niet voorbij. Want wij remmen hier weer extreem laat. En dat is nog steeds P5. Grandioze strijd met de Duitser in zijn Ferrari. En misschien geven wij wel een visitekaartje voor volgend seizoen af. Terwijl Vettel daar wel even aan de buitenkant zat. We raakten elkaar ook. Oh, we raakten elkaar nog een keer. Wielbanger hier in Mexico. Ja, wat ik net zei, misschien geef je wel een visitekaartje af aan de Scuderia Ferrari voor seizoen 2. Inmiddels ronde nummer 13. De gearbox is er wel erg aan toe. Vettel naar de buitenkant heeft meer snelheid en is het dus nu voorbij. Maar wij kunnen toeslaan in op het tweede rechte stuk. Want ik wil deze strijd niet opgeven met de Duitser. Maar Vettel heeft hij weer DRS. Hij moet ook eerst gaan besparen. Dus dit kan misschien voordeel uitpakken voor Sebastian Vettel in zijn Ferrari. Ik zie daar een Mercedes op P4. Het is Valtteri Bottas, want de Leclerc en Verstappen zijn aan de klokken voor P2 in de wedstrijd. Nog geen uitvalbeurten in deze grote prijs van Mexico. Interessant. Vettel rijdt hij erg langzaam in de S-secties. En wij hebben hier een meer snelheid dan de Duitser. We zitten ernaast. En dat is P5, want wij hebben die plek veroverd. Bottas naar de medium band. De medium, interessant. Weet niet waarom. We hebben ook een gearbox probleem. Dat zei Jeff een paar ronden terug. Dus het kan zijn dat wij een gear dadelijk missen. Ik hoop het niet. We moeten eerst gaan besparen. En dit is slecht voor onze positie, want Vettel rijdt er langs, maar wij blokkeren daar de binnenkant. Het is hard, een hard gevecht. We raakten ook Sebastian Vettel, hij zit daar aan de buitenkant. Maar wij remmen hier extreem laat en wij duwen hem hier gewoon naar de buitenkant toe. We laten hier geen ruimte over, we raken elkaar wel. Maar geen grote schade aan beide auto's, gelukkig. Ronde nummer 14. Dus Vettel kan hier weer terugkomen.
we moeten naar een snellere engine modus switchen van Jeff. De gearbox 72%, hoop ik dat hij het volhoudt. Ronde nummer 16 inmiddels. En Vettel is weg. Vettel komt niet meer terug. Want ik zie hem niet meer achter in onze spiegels. Wat is het gat naar de Duitser? Dat is mijn vraag. Kan ik op dit moment niet zien met nog twee ronden te gaan in deze wedstrijd. Gat naar Vettel is 1.7. Groot genoeg inmiddels. Ronde nummer 17. Eén en laatste ronde loopt. Het is daar geel in sector 1. En George Russell is uit deze wedstrijd. Jammer voor de Williams-coureur, jammer voor de Brit. Maar helaas. Rood in sector 1. Gat naar Vettel is inmiddels opgelopen naar 1.5. Die Duitser kan ons niet pakken hier in Mexico. Oh, 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 ja, daar begint het al. Gearbox problemen. Zagen jullie dat? We gingen in één keer naar gearbox nummer 1. En daar begint het probleem hier al in Mexico. Gearbox problemen voor ons. Hopelijk dat het niet ernstig is. Nog steeds geel vanwege die auto van George Russell. Die er nog steeds niet is weggehaald door de marshals. De laatste ronde loopt inmiddels. En nu moeten we hopen dat de gearbox het volhoudt. Ik denk het wel. Maar toen net, toen we in één keer naar 1 schakelen, was schokkend. Dat was schokkend. Dus ik hoop niet dat het ernstig wordt. Gasly heeft Vettel veroverd voor P6. 73% gearbox. Interessant. Inmiddels in het stadiongedeelte. Lewis Hamilton wint dus de wedstrijd. Mercedes wint volgens mij ook de constructeurstitel. Voor volgens mij de vijfde of de zesde keer in hun carrière. En wij pakken welverdiende punten in Mexico. Mercedes have won it, and what a great race it was. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Nou, Lewis Hamilton wint dus de wedstrijd. Verstappen na 2 pakt ook een extra punt. Leclerc maakt het podium compleet en wij zelf naar P5. Raikkonen pakt geen punten voor Alfa Romeo. Teleurstellend. Wij pakken ook de Driver of the Day reward. Super dit. Kampioenschap. Wij nog steeds naar P7. We hebben de 150 punten bereikt. En Mercedes is wereldkampioen geworden in de Formule 1 voor de constructeurs. Van harte gefeliciteerd Mercedes. Maar het kan nog spannend worden met Hamilton en Bottas. 30 punten verschil. En we gaan gelijk weer naar de interview. We zijn hier inmiddels beland bij Claire die ons de eerste vraag stelt. Nee, niet echt. Ik had niet echt het gevoel dat ik struggelde. We all underestimated you, didn't we? Ja, schijnbaar wel. It was more like Dodgems than Formula One today, wasn't it? Ja. Ik had mooie battles met Vettel, dus ja. Appreciate your time. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de resultaten. We winnen ten opzichte van Kimi Raikkonen. We winnen ten opzichte van Devin Butler. De resource points voor de upgrade. Want in de Verenigde Staten komt ook een upgrade aan. Zijn er best wel veel.
teamgoal ook compleet. 910 in totaal, 1105 in totaal. Teamgoal dus compleet, wat ik daar net zei. Reputatie is wat gedaald door het interview, maar dat kunnen we weer oppakken in Oostenrijk. We klimmen naar een veteran toe en een sportsmanship. En dan heeft Emma nog iets te zeggen. Nou, oh, dankjewel Emma. Ik ben ook blij dat ik jouw doelen kan pakken. Ik kan nog even iets te zeggen. De rivaliteit. We hebben eigenlijk de strijd gewonnen met Kimi Räikkönen. Upgrades in Oostenrijk. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Laat van een like achter als je genoten hebt. Wil je meer van F1 2019 in Creamer zien? Druk dan op de abonneerknop. Druk dan ook gelijk op het belletje. Zet die op alles aan, zodat je nooit meer een video van mij mist. Dan krijg je altijd een melding in YouTube. Reageer wat beter kan ook moet worden aan deze video. Ook als je het leuk vond, reageer dan. Hey, toffe video. Dit en dit en dit. Het was leuk of dit en dit komt beter. En ik zie je in de volgende video. Volg me even op de social media. Instagram, Facebook en Twitter. Dat staat allemaal in de beschrijving. We hebben nu 51 abonnees, dus dat is super trots. Laten we doorpushen naar die 60. Dus ram gewoon op de abonneerknop. Dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens tot de volgende keer bij F1 2019 de Career Mode. Gaan we verder in de Verenigde Staten. Een fijne dag nog verder en tot ziens.